Hoeveel reacties heb jij gehad na gistermiddag? Het was niet normaal, zeg ik heel eerlijk. Ik had mijn telefoon uitgezet gedurende alles. En ik had een dag van 12 uur 's middags tot en met 7 uur 's avonds. Toen ben ik naar huis gereden. Nou, dat duurde ook 2,5 uur. Toen mijn telefoon weer aangezet. Ik had geloof ik 490 appjes gekregen. En echt heel veel reacties. En ook gelukkig heel veel leuke reacties. Ook niet onbelangrijk. Het was wel nieuws, geloof ik, ja. 490, die heb je onmogelijk allemaal kunnen lezen, toch? Heb ik wel gedaan. En daardoor sliep ik vannacht pas om 1:30. En ik heb ze ook allemaal beantwoord. Omdat we, ja, dat vind ik wel bij mezelf horen. Wat was een mooie? Ja, het was, het is een stap vooruit die je zelf maakt. En als je daar dan binnenkomt in toch een wat groter stadion, zie je dat de dynamiek en vooral de grootte van de club anders is dan je gewend bent. En dan komen ook natuurlijk een hoop mensen voor jou kijken. En dat maakt het, dat maakt het bijzonder en mooi. Ik was ook blij dat ik mijn vrouw had meegenomen. Dus we konden ook met z'n tweeën hebben de hele dag doorgemaakt. En dan kan je ook wel delen met elkaar na afloop. Dus het was een leuke dag. Want ik kan me voorstellen, je familie moet er ook achter staan, hè? Ik bedoel, je doet het niet alleen, je gaat met heel de familie. Hoe belangrijk is dat geweest voor je? Ja, wel fijn. Kijk, ik weet dat Mariel weet dat ze met iemand getrouwd is die in de voetballerij werkt. En ik had als voetballer het geluk, ik weet niet of je dat geluk moet noemen, maar om altijd redelijk in de buurt te voetballen. Hè, bij Excelsior, bij Sparta en bij RKC. Alleen die kans kon een keer voorbij gaan komen dat het deze kant op zou gaan. En dan is het altijd nog wel goed als het echt zover is dat ze ook nog steeds zeggen ja, dat doen we. Maar daar ben ik wel heel blij mee dat het op deze manier gaat. Je was net naar Rome verhuisd, had ik begrepen. Ja, ik woon in Roon. Ik had een nieuw huis gekocht. En dat liep heel veel vertraging op. Dus daar woon ik nu nog steeds niet in. Daar ga ik uiteraard ook nu niet in wonen. Maar in de tussentijd had ik nog een wat kleiner huisje bijgekocht. Dus ik moet nu twee huizen verkopen en in Groningen weer een nieuw huis kopen. Waarom is FC Groningen de logische volgende stap voor jou? Ik heb altijd gezegd dat ik wil kijken of ik het maximale eruit kan halen. En dat ik Excelsior pas zou gaan verlaten als ik echt in alle facetten een stap vooruit kon. Groningen heeft de faciliteiten die horen bij de subtop van Nederland. Een heel mooi stadion, een nieuw trainingscomplex, een topsoort zorgcentrum waar je echt topsoort kan bedrijven. En daarnaast is de dynamiek, het achterland, de stad zelf, is gewoon enorm groot. En is anders dan in Rotterdam, is gewoon voor één club. Iedereen is daar verankerd en betrokken bij FC Groningen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is het voor mij ook in alle facetten een stap vooruit. Dus vandaar. A sleeping giant vind ik eigenlijk een beetje de laatste jaren. Ja, dat is een gevaarlijke term, hè? Want daar kunnen wel meer clubs in Nederland kunnen zo genoemd worden. Maar er is inderdaad een enorm achterland en er zijn heel veel mogelijkheden. Alleen het gevaar is altijd dat je dan gaat denken, dat doen we wel even. Het gaat een zware klus worden, maar wel een hele mooie uitdaging. Een technisch directeur moet aangesteld worden. Wat denk ik ook heel belangrijk is, als ik nu naar wedstrijden van Groningen kijk, zie ik best wel veel lege plekken. Terwijl volgens mij had Groningen altijd 15.000 mensen op de tribunes. Die zie je niet meer tegenwoordig. Ja, meer zelf. Ze hebben volgens mij structureel bezetting gehad van tussen de 20 en 22,5 gewoon. Als je bijvoorbeeld vanuit een vliegwiel gaat redeneren, dan gaat alles in een voetbalclub makkelijker als je sportief presteert op het veld. Dat wordt ook stap 1 wat we daar met z'n allen moeten gaan realiseren. Of zorgen dat er een goede technische basis staat. En hopelijk al aankomend seizoen de weg omhoog ingezet wordt op de ranglijst. Want dan zou je zien dat ook de rest van de zaken weer makkelijker gaan. Je laat wel wat achter hier, hè? Ja, maar ook wel iets waar ik echt trots op ben. Ik vind dat voor mijzelf heel belangrijk. Op het moment dat ik hier ben begonnen en op het moment dat ik dadelijk de deur dicht trek, is Excelsior niet meer hetzelfde. En is het in ieder geval beter geworden dan toen we begonnen waren. En ik vind dat voor mijzelf wel heel belangrijk. Waar ben je het meest trots op eigenlijk? Nou, toch wel op de prestatie die hier met z'n allen is geleverd. Omdat heel veel mensen in 2012 het nooit voor mogelijk hadden gehouden dat wij 5 jaar op rij in de Eredivisie zouden spelen. Dat wij het stadion uit zouden gaan breiden. Dat er nu plannen liggen om het nog veel groter te gaan maken. Om echt structureel in de Eredivisie te gaan spelen. Dit is nou echt een teamprestatie. En niet alleen van de mensen vanuit de directie of van mensen op de werkvloer, van de spelers. Maar ook echt van alle supporters en sponsors die betrokken zijn bij eigenlijk ons verhaal. En ja, dat is wel echt heel mooi. Je ziet ook heel veel bedrijven die inderdaad in Excelsior zijn gestapt de laatste jaren. Dat is ook heel mooi, hè? Dat je merkt dat het bedrijfsleven ook naar jullie toe komt. Niet alleen naar Feyenoord of naar Sparta, maar juist ook naar Excelsior. Ja, dat is ook iets wat hier altijd moet blijven. Het is een andere club dan de andere twee in de stad. Het is meer open, toegankelijker en ik denk dat we daar prima op hebben ingespeeld door dat ook zo te houden. En ook als we daar het stadion gaan verbouwen, dan moet dat ook altijd zo blijven. Geen skyboxen, geen hokjes. Proberen zoveel mogelijk persoonlijk contact te houden, want dat maakt deze club wel uniek. Nu ken jij hier heel veel mensen natuurlijk, gewoon in de regio Rotterdam, regio Rijnmond.
Dat is daar natuurlijk anders, hè? Dat wordt wel even wennen, denk ik. Je moet echt je plek gaan zoeken daar. Ja, dat zal voor mij makkelijker zijn, denk ik. Want er is zoveel werk te doen dat je vanzelf een hoop mensen weer gaat leren kennen. Ik ben ook niet zo schuw, dus ik stap op de meeste mensen ook wel af. Gisteren heb ik heel veel handjes moeten schudden. Uiteraard niet alle gezichten kunnen onthouden. Maar ik denk dat ik na een paar maanden goed ingeburgerd ben. En ik hoop dat het voor mijn gezin ook zo zal gelden. Ja, als het seizoen hierop zit, lekker even vakantie, het hoofd een beetje fris maken, zeg maar, voordat je daar start. Ja, ik ga weg voor de wedstrijd Groningen Excelsior. Pikant, hè? Ja, dat zou heel pikant kunnen worden. Dus dan is het fijn dat ik daar in ieder geval niet bij hoef te zijn. En dan ga ik inderdaad een week of drie met mijn gezin op vakantie. Ook wel goed, zijn we echt even met z'n vijf bij elkaar. Want ook voor de kleintjes wordt het een nieuw avontuur. Dan ga ik vanaf mei al die kant op wat vaker. Na het lopende seizoen ga ik in dienst treden. En de kinderen maken hier het jaar af, schooljaar af. En gaan als de zomervakantie begint ook verhuizen. Groningen, prachtige club. Prachtige stad ook, denk ik wel. Ja, ik ben er nu een aantal keren geweest met een wat andere blik. Het is een stad met 200.000 inwoners, waarvan 60.000 studenten. Dus dat betekent dat er heel veel leven is. Zowel van 's ochtends tot 's avonds later kan je daar wat doen. Nou, ik hou hier ook heel erg van Rotterdam. Dus ik ga ook gewoon in de stad wonen. Niet midden in het centrum, maar wel een beetje aan de zuidkant is mijn hoop. Dus daar kijk ik eigenlijk ook wel naar uit.